Greenpeace wilde, zoals wel vaker, een ludieke, vreedzame actie doen tegen deze transporten. En daarvoor wilden we een opgevouwen spandoek verstoppen bij het spoor. En die zie je hierachter. Die hebben we vandaag gedemonstreerd wat dat opgevouwen spandoek dan was. Alleen het is mislukt. Wat er gebeurd is, is dat een van onze actievoerders is opgepakt. Die is 5 dagen vastgehouden. En ja, volgende keer beter. Terug naar de tekentafel om te kijken hoe we de volgende keer weer kunnen ageren tegen gevaarlijke kernenergie.